Ik ben verantwoordelijk voor het exploratorisch onderzoek rond nieuwe materialen en nieuwe devices, waarbij wij echt proberen, eigenlijk in onze kristallenbol proberen te kijken wat de mensen binnen 10 jaar gaan nodig hebben. Ik stuur vooral de wetenschappelijke groep, ja. Een goede jonge wetenschapper is iemand die gebeten is door die microben van de wetenschap. Dat zijn van die mensen die als je vraagt over welk onderzoek dat ze doen, die hun ogen beginnen te blinken, die beginnen enthousiast te worden, die moet je eigenlijk na een kwartier stoppen of die willen niet meer ophouden. Die doen wetenschap gewoon, ja, omdat je wilt dat gewoon doen. Ik hou heel veel van muziek. Ik probeer dus ook zelf van muziek te spelen. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met zelf terug piano te spelen. Ik speel uiteraard allerlei klassieke muziek, gaande van Bach tot allerlei andere zaken. Ik ben iemand die nogal van de natuur houdt, dus wandelen in de natuur en boeiende reizen maken en dergelijke staat natuurlijk ook wel hoog op het programma. Uiteraard, vooral met mijn gezin natuurlijk. We hebben ons hart verloren aan Afrika. Eens dat je daar geweest bent, dan blijft je dus aantrekken. Dus is getrokken in Oeganda, in Bwindi, wat eigenlijk impenetrable forest is, het ondoordringbare bos. Dat was een unieke ontmoeting met de berggorilla's. En in deze foto, daar zie je de grote silverback, die dus de basis van een troep. En dan een jonge moeder met eigenlijk een babytje van 4 weken oud. En daar stonden we dus op een paar meter afstand. Dat is eigenlijk een ongelooflijke ervaring. Dat zijn ongelooflijke momenten. Ik ben dus ook begonnen hier in IMEC met die actie IMEC te run. Ik denk dat af en toe mijn mensen hier al hebben zien lopen. Mijn lievelingsplek op IMEC zijn uiteraard die bossen hierachter. Ja.